doordat die achteruit rijden bij het keren, rijden ze op een bermboom. En dat kost ze hun leven. Ik heb ze uitgeleide gedaan en ik ben met dat vliegtuig met die kisten teruggevlogen. En ik heb daar ook gevraagd van wat zou ik hier aan hebben kunnen doen. En hier komt vooral mijn drive ook vandaan voor het werk wat ik altijd heb gedaan. We kennen binnen Defensie allerlei doctrines, de manier waarop we dingen doen. En een doctrine is de 25-regel. Wanneer je stopt met je voertuig op een plek die niet gepland is, dan kijk je met je wapen uit het raam, ga je kijken, zie ik rare dingen in het terrein. Omgewoelde grond, draadjes uit de grond steken. Allerlei aanwijzingen die mogelijk op bermbommen wijzen. En dat doe je eerst een stuk van 5 meter rondom je voertuig. Vervolgens ga je uit het voertuig, controleer je onder het voertuig en ga je naar die 5 meter die je gecheckt hebt en ga je staan en ga je kijken naar een bredere cirkel, 20 meter. Daarmee heb je een beeld bij of die omgeving veilig is of niet. Dan pas ga je je voertuig keren. Dit is niet gebeurd bij die twee mensen. En dat was in 2010 en in 2008 zijn we met het simulatiecentrum begonnen, dus we waren ook nog niet zo ver. Mijn idee is dat als ik die jongelui met een voertuig een aantal keren door VBS, onze virtuele omgeving, had laten rijden en een paar keer goed had laten gaan en 1 keer op zo'n bom had laten zetten, dan was misschien net voldoende awareness in dat voertuig dat ook al zijn ze moe verkeerd rijden, dat iemand zegt, laten we die 25 zijn. Dan laten we die 25 doen. Dus mijn stelling is, future memories maak je beter. En die future memories die loop je op door in een immersive omgeving, in een onderdompelende omgeving die heel realistisch is en overeenkomt met de werkelijkheid, je ervaringen op te doen en die je eigen te maken door er emotie aan te verbinden. En dat betekent dat je een hele goede virtuele omgeving nodig moet hebben. Ja? Ik heb 3 minuten? Ja. Oké. Okay. Dus dat je een hele virtuele omgeving, dat je een hele goede virtuele omgeving nodig hebt. Even een zijsprongetje, wij maken dus heel veel gebruik van Virtual Battle Space. En dat doen we heel goed. Dat doen we ook binnen NATO heel goed. Maar ik denk dat het heel mooi zou zijn wanneer je met andere hulppartijen, hulpdiensten, dezelfde tools zouden gebruiken. Mijn moeder die was vroeger lid van een kookclub. En ze hadden met die 5 dames hadden allemaal dezelfde keukenmachine. Dus handig. Mijn dochter heeft een Wii gekregen. Niet omdat het beter is dan met de Xbox. Maar die Wii was ook wat haar vriendjes en vriendinnetjes hadden. Dus als je nou met de hulpdiensten dezelfde tools zou gebruiken, dan kun je nog zo autistisch als je wil in je eigen kolom je eigen dingetje doen. Maar daar waar een keer een project X is, of waar eens een keertje een ramp zich voordoet, kun je wel de systemen gebruiken om in 1 scenario met elkaar zo multidisciplinair te trainen. En daarmee maak je gebruik van dezelfde belastinggelden om uiteindelijk Nederland veiliger te maken.